Duurzaamheid is booming en dat gaan we u de komende weken laten zien. We doen dat aan de hand van vragen van kijkers. Je hoort en leest tegenwoordig al veel over dat duurzame voedsel, maar biologisch ken ik wel. Maar wat is duurzaam nou eigenlijk en waar kan je dat dan kopen? Dat ga ik hier op landgoed Kraaibekerhof in Driebergen haarfijn uitzoeken. Welkom bij de allereerste aflevering van Graszaad tot Zonnecel. Hier ben je. Dag Theo. Goedemorgen. Hi. Margreet. Theo. Druk aan het werk al 's ochtends vroeg. Ja, ik ben lekker aan boontjes plukken. Ja. Ja, want jij moet je bestellingen nu regelen. Ja. Ik kwam door een prachtig stukje tuin aanlopen. Wat zijn jullie voor een tuin? Wij zijn een biologisch dynamische tuin. De basisprincipe van biologisch dynamische landbouw is dat je zorgt dat je goed bent voor de bodem, voor de aarde. Smaakt het anders? Ja. Een kropje sla wat hier geplant wordt, dat mag zijn eigen tijd gebruiken om tot volwassen sla te worden. Ja. Dus die heeft het leven in zich. Wat heb je op je lijstje staan voor vandaag? Daar staat onder andere op bindsla. We hebben nog iets wat verderop staan. Bosbieten, courgettes, safoïekool, snijbiet regenboog. Is dat? Ja, een hele mooie gekleurde snijbiet okay. Is dat. Geweldig. Oh, wat goed. Ja. En dan waar we hier stokspersiebonen, bij staan, de stokspersiebonen. Dat zijn deze. Ja. Zullen we een rondje maken? Ja, we gaan een rondje maken. Hoe groot wil je zo'n bos hebben? Nou, dat je bijna je vingers niet meer rond kan krijgen. Dat noem ik dan een forse bos. Forse bos. Mooi, hè? Niet normaal, prachtig ding. De Kraaibekerhof levert aan voedselcollectief Amersfoort. Vandaag wordt er weer een bestelling opgehaald door twee van de leden. Oké. Okay. Snijbiet, bietjes, honing, savoyekool, lindsla, pruimen, appels, peren, brei. Ziet er goed uit? Ja. Inladen maar. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dit voorjaar heeft RTV Utrecht in samenwerking met Natuur- en Milieufederatie Utrecht kijkers opgeroepen om duurzame initiatieven in te sturen. Maar wie wordt de groene Utrechter? Door naar de website te gaan kunt u mee bepalen wie de drie finalisten worden. Een jury bepaalt uiteindelijk wie de groene Utrechter wordt. Doet u mee? Gaat u dan naar de website die hieronder in beeld verschijnt. Het voedselcollectief Amersfoort is in 2011 opgericht en telt nu zo'n 200 leden. Bij 15 biologische boeren en telers in de regio worden groente, fruit en zuivel ingekocht. Wekelijks halen de leden in deze loods hun bestelling op. Waarom heb jij aangesloten bij het voedselcollectief? Omdat ik graag biologisch wil eten. En ik geloof er ook in, dat het zijn allemaal lokale telers. Ja. En ik was op een gegeven moment iemand in gesprek die zei, joh, die uien komen uit Brazilië of Argentinië. En de boer hierachter die is aan het weggooien. Ja, weggooien. Ja, ja. Ja, ja. Dus, ja. Wat vind je het grootste voordeel? Dat je zelf kan bepalen hoeveel je wil. Dat je dingen eet die ik normaal niet heb gegeten. Dus er zijn producten bij die ik gewoon niet ken vanuit de supermarkt. En dat het eigenlijk gewoon veel lekkerder is. Ja. Vers, lekker. Wat mij opviel, wij zijn vanochtend bij Kraaibekerhof geweest. Ja. Vanochtend afgesneden van het land en dan ligt het hier gewoon. Ja, verser kan het niet. Ja. Nou zijn jullie een collectief met leden. Ja. De leden zijn afnemers, maar iedereen heeft ook een taak. Ja. Hoe werkt dat? Nou, er zijn heel veel verschillende taken. Maar het is wel op zo'n manier georganiseerd dat je allemaal iets kan doen wat dicht ligt bij jouw kwaliteit. Of wat je leuk vindt of waar je de tijd voor hebt. En de een die heeft meer met computers, dus die doet meer in dat systeem. En de ander meer met publiciteit en die doet dat stukje. Wat eet je van de week? Andijvie. Ja. En ik heb courgette gehaald en lekker stoofpeertjes, kaas, pruimen. Nou, van alles wat.
dit is wel heel bijzonder boodschappen doen hoor. Vanochtend geoogst, vanavond in huis. Nou, hier hebben ze groenten en bijvoorbeeld zuivel. Wilt u nou bijzonder vlees? Kijkt u dan eens naar de volgende reportage. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Alléluia, Dieu est une fête. Wij noemen het zelf 100% bewust. Je mag het duurzaam noemen. In ieder geval diervriendelijk. Ja, kom eens jongens. Alles wat we doen, daar denken we wel over na met impact richting milieu. Hoe laat je de dingen na als je er niet meer bent. Dus dat is altijd een afweging voor ons. Eerder dan efficiëntie. Ja, loop je er weer doorheen, jongen. Wart is in zijn professionele leven directeur van de samenwerkende Utrechtse musea. Zo'n 3 jaar geleden begon hij aan een opleiding tot biologische veeboer. Hij startte Wart en Wikke met Wikke Kuller, die van beroep veearts is. Wikke en ik hebben elkaar in augustus vorig jaar leren kennen. En zijn toen samen tot de conclusie gekomen dat we hetzelfde willen. En toen zijn we met alle presentaties langs gemeentes gegaan om te kijken of we toch een stukje grond konden krijgen om te beginnen. Dat is gelukt. Dus we zijn een half jaar nu echt aan het boeren, zeg maar. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Alléluia, Dieu. Het is een Mangalitsa-varkens, een heel bijzonder Hongaars varkensras. Dat bekend staat om zijn hele hoge vleeskwaliteit. Naast varkens hebben we ook runderen en kippen. En wij houden eigenlijk vee in of rondom de stad Utrecht. En het idee is dat inwoners van Utrecht, Nieuwegein en omgeving, dus in hun dagelijkse leefomgeving onze dieren tegen kunnen komen. En ook bij ons vlees kunnen bestellen. Zodat je dus helemaal kan zien hoe je lapje vlees ook uiteindelijk is opgegroeid, verzorgd is door ons. En wij merken dat daar bij heel veel stedelingen behoefte aan is. Onze dieren moeten zoveel mogelijk zelf rantsoen van het veld halen. Voor de varkens is dat gras. Maar daarnaast gebruiken we ook de stad als oogstplek. Dus we hebben een afspraak met een lokale supermarkt hier in Nieuwegein. Die doorgedraaid brood en groente en fruit, wat eigenlijk met goed fatsoen niet meer naar de voedselbank kan, aan onze varkens geeft. En daardoor hoeven we minder voer bij te kopen. Tot nu toe hebben we voornamelijk particulieren verkocht. Dus we zijn misschien nog van plan om ook te kijken of we het met restaurants kunnen doen. Maar het liefste zou ik alles rechtstreeks aan consumenten verkopen. Omdat ik daarmee ook ons doel, die stedeling, weer in contact brengen met lokale vleesproductie. Dat lukt nog beter dan via een restaurant. Halleluja. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing in the corner. Een ander project gericht op de snelle stadsmens is de linielanding. Direct langs de snelweg A27 bij Nieuwegein. Daar kunt u na het werk even van de snelweg af boodschappen doen en door naar huis. De winkel met streekproducten en biologische waar op deze ongewone plek langs de snelweg kwam onder meer tot stand met hulp van de gemeentes Houten en Nieuwegein en de provincie Utrecht. Is het uniek eigenlijk, een supermarkt langs de snelweg? Ja, zoals dit is uniek. Ik bedoel, je hebt een restaurant en wat wij eigenlijk willen is dat gewoon mensen uiteindelijk zeg maar in het restaurant hier eten en hun weekboodschappen doen. Of speciaal hier komen om hun weekboodschapjes te doen en vervolgens lekker in het restaurant een hapje gaan eten of bijkomen van een drukke dag. En heerlijk vertoeven op het terras. Verkopen jullie alleen maar streekproducten hier dan? Nee, wij verkopen ook biologische producten. Ja. Nou, zoals je ziet is het een groot assortiment. Ja. En we hebben dus ik denk een 12 of 13 boeren die hun streekproducten hier komen afleveren. Vandaag wordt voor het eerst ook een markt georganiseerd met leveranciers uit de regio. En allemaal boeren van om de hoeken. Ja, allemaal boeren uit deze omgeving die heel graag mee wilden doen aan onze lokale markt. Ja. Een stukje bekendheid voor ons, maar zeker een stukje bekendheid voor hunzelf. Want hun staan en liggen in de winkel met hun producten. Bijvoorbeeld de honing. Zelfgemaakte honing die je dus ziet. Wat merk je nou dat mensen als reden geven dat ze tegenwoordig meer voor streekproducten gaan? Mensen worden zich steeds bewuster dat er toch wel veel wordt gerotzooid met al het eten. Je hebt geen idee wat erin zit. Mensen raken steeds verbaasd daarover. En ik vind het is dus ook fijn dat je zelf kunt vertellen hoe je product, hoe je eraan komt, hoe je het verwerkt. En mensen vinden dat ook fijn. Het is vertrouwd als ze zeg maar de producent zelf leren kennen. Ja, zeker, het is goed.
En we hebben zelf een moestuin. Dus ja. We hebben al gewoon biologische groenten. En dan net die extra dingen of nieuwe dingen, die kan je dan hier weer vinden. En dat is gewoon erg leuk om te zien hier. Ja. Mag ik zo vrij zijn? Jij mag. Ja. Ja. Oh, dit is lekker. Maar ben je bijna uitverkocht, dan is het een succes. Ja, nee, maar het gaat echt heel goed. Ja. Het is echt heel leuk. En de mensen zijn heel enthousiast. Ja, het is zeker voor herhaling vatbaar. Ja. Wilt u meer weten over duurzaam voedsel en stadslandbouw? Kijk dan op onze website. Behalve dat u hier uw spulletjes van de markt kunt halen, kunt u hier ook zo de natuur in. En dat is best bijzonder, want de snelweg ligt daar, echt vlakbij. En ze verhuren hier fietsen en bijvoorbeeld kano's. Hoep! Heus wel. Soepel hoor. Ja, ik wil wel een rondje, maar niet voordat ik u een laatste tip heb gegeven. Als u dan toch bezig bent met duurzaam eten, denkt u dan ook eens na over de porties die u kookt. We koken namelijk vaak veel te veel. En wist u dat wij per persoon 50 kilo goed voedsel weggooien per jaar? Nou, minder koken of anders gewoon een ouderwetse klietjesdag. Dat bespaart op jaarbasis echt heel veel geld. Tot volgende week!